Dan gaan we de morgen even op Oosters even naar de puul lokken, kijken of we de puulen binnen. En dan skarrelen we voorom naar de kwak. Bedakken, dat is wel een grappig woord. Betekent dat? Ja, dat is wel heel omvattend. Meemaken, slechte dingen meemaken, leuke dingen meemaken. Ja, bedakken. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een zwaar dialect veel minder verdienen dan mensen die keurig ABN praten. Nou, dat is dus ook bedakken. ja, ik kijk ervan op. Ik geloof, ja, het zal wel uitgezocht zijn. Maar vind ik wel heel vreemd. Hoe zeg je dat op z'n Volendams? Raar. En dan daarna even met het lijpje op de kras. En als we klaar binnen, dan gaan we even naar het slootje van Moortje gaan op de derde even kijken. Hoor je. En zo blij met mijn dorp aan de zee. Wim Keizer van het Volendams Museum is dol op het Volendams en hoopt het taaltje nog lang te behouden. Waar zit bij u het warme gevoel als u Volendams spreekt? Dan zijn we onder elkaar. Als we van Volendam weg zijn en we zijn weer op Volendam, dan voel je je weer echt thuis. Maar toch kan die geliefde taal ervoor zorgen dat er wel 15% minder geld in het laadje komt. Passen Volendammers zich aan als ze buiten Volendam gaan werken met hun taal? Onmiddellijk. Geen woord Volendams. Correct, algemeen beschaafd Nederlands. En zodra ze weer thuis zijn, dan is het algemeen beschaafd Volendammer dialect. Dan gaan we ook nog even zoenen, gaan we even naar de pijt. Naar de pijt gaan we ook nog even op zoenen. Lijkt me duidelijk. Dat is het, zeg maar.